Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is weer tijd voor Mystery Beer, zoals je ziet. Nummertje 4 van de nog steeds mysterieuze afzender. Wat ook wel leuk was, stond op de doos anoniem. Dus ja, we weten nog steeds niet wie het is. Nummertje 4, er staat op het 10 graden op. Dus ja, dat kan natuurlijk iets betekenen. Of helemaal niets. Maar de vorige keer hadden we een halve liter blik. Dit is geen halve liter. Wat is Mystery Beer? Ik ga proberen te raden wat voor bier het is. Welke brouwerij het eventueel zou kunnen komen. Land van herkomst. Alcoholpercentage. Stijl. Ga zo maar door. En ik ga daar een cijfer aan geven. En dan ga ik het bier onthullen. Dat is wat we doen hier. Hierna nog eentje. Van de mysterieuze afzender. En dan komen er nog twee van Sjoerd. Die heeft ook wat Mystery Beers gestuurd laatst. Via Thomas kwam dat mijn kant op. En we gaan gewoon vrolijk verder. Zijn ze op, dan gaan we gewoon lekker aan de Black IPA's. Ik heb al echt al een aantal reviews daarvan opgenomen. En staan al klaar om online te komen op zaterdag. Maar eerst Mystery Beer. Oké, nou, ik was hier al een beetje bang voor. Mijn god, echt. Eerste bier van vanavond, heerlijk. Nou. Echt. Ja, dit is echt zwart. Met een hele mooie mokka-kleurige schuimkraag. Ja, dit kan... Wat kan dit betekenen? Dit kan Black IPA zijn. Zou kunnen. Maar ja, ik denk toch echt een stout of een porter. Maar ik denk, ja, het is toch meer stout. We gaan gewoon even naar de neus. Oké. Ruik iets. Iets van laurier. Iets droppigs. Heeft iets wat zou kunnen duiden op een vat, maar schuimkraag blijft er niet heel erg lang op staan, wat ook zou kunnen duiden op een vat. Hij plakt op zich wel aardig aan het glas, dus ik verwacht een hoog alcoholpercentage. Als ik het zo zou moeten zeggen, zou het gewoon een stout moeten zijn. En misschien wel iets. Ja, benieuwd. Kijk, iets van speculaaskruidenachtig, iets kaneel. We gaan gewoon even proeven. Proost. Chocola, maar heeft echt wel een beetje dat kruidige randje ook. Zeker wel hoog in het percentage ook. Ik denk echt wel richting de 9 à 10%. Plakt ook goed aan je lippen. En die schuimkraag is echt wel verdwenen nu. Ik denk niet dat die barrel aged is, maar ik denk echt dat het komt door de adjuncts die erin zitten. Ja, ik zou bijna zeggen, als je het zo ziet, dat het kokos is. Hij heeft iets vettigs, wat er, je ziet ook geen schuimkraag meer, heeft iets vettigs ook in de mond, wat zou kunnen duiden op kokos. Ja, ik denk een adjunct stout richting de 10%, 9 à 10%. Um,
Ja, ik zit te twijfelen of het op een vat heeft gelegen of niet, maar ik denk van niet. Chocola. Mooi bitter ook. Hij is wel lekker. Hij is wel lekker. Gaat voor mij een 3,75 krijgen, denk ik. Echt wel de mooie bitterheid van die chocola ook. En ik denk echt dat er iets van kokos in zit. Heeft een klein kruidig randje ook. Is rond de 19%. Ik denk van Nederlandse makelij. En dan ga ik echt een hele wilde gok nemen. Moersleutel. Ja, enige die in grote blikken blikt. Althans, hun stouts. Fontaal doet ook wel in grote blikken, maar niet hun stouts volgens mij. En ik weet ook van Walhalla dat ze dat niet doen. Gaan meestal in de kleinere blikjes van 33 centiliter. En de IPA's en de iets laag alcoholische bieren gaan in de grotere blikken. Dus ik denk een stout van de Moersleutel, 9-10%, krijgt een 3,75. Zit echt wel een beetje tegen die 4 aan. Maar meer niet 3,75. Checkt een tap daarvoor even. Ik denk niet dat die barrel aged is. Ik denk echt dat de kokos door zit. Waardoor die een beetje vettig is. En ja, dat was hem eigenlijk. We gaan nog even uitpakken. Ik ben heel benieuwd. Het voordeel van aluminiumfolie is, je hebt geen mesje nodig. Heel benieuwd. Het ziet Nederlands. Het is niet Nederlands en het is niet iets wat ik ken. Ik ga even zoeken hoor. Carioca. Carioca. Ik weet niet of je het wat zegt. Maar vet blik trouwens. Wake and Bake. Een Pastry Imperial Stout. Van 10%. Nou, hoppa, goed. Stel goed. Deze brouwerij komt uit. Ik heb geen flauw idee. Ik denk. Oh, serieus? Een Braziliaanse brouwerij. Wat gaaf. Uit Brazilië. Een Pastry Imperial Stout. Ik ga even proberen te achterhalen. Oh, het is ook nog een collab. Samen met A Strange Brewing. Even kijken. Ingrediënten. Aqua, malte de cerveza. Flocos de Avia, lactose, oké. Banaan, kaneel, zie je, toch die kaneel, hè? Nou, die had ik dus ook goed. Nou, ik heb hem wel aardig geneeld, moet ik zeggen. Ik ken deze brouwerij en die andere brouwerij ook niet, waar die collab van mee is geweest. Wel geslaagd, als je het mij vraagt. Maar niet dus barrel aged, althans, ik kan het niet herleiden. Mijn Spaans of Portugees is niet geweldig. Maar ja, ik vind hem lekker. Leuk bier. Laat onderaan de video even weten of je deze brouwerij kent. Check Untappd even voor als je echt precies wil weten wat voor soort bier het is. En nou ja, et cetera, et cetera. Daarvoor vind je een linkje onderaan de video met mijn social media, waaronder dus Untappd en Facebook ook en Instagram. Check ook even de website van mysterybeers.nl, waar deze review ook op komt te staan. En uiteraard de website van de Dutch Beer Collective, waar mijn review kan terugvinden samen met reviews van Thomas, Remy en Douglas. Dit was hem weer voor deze review. Hopelijk tot de volgende keer. Cheers.